kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. CDF geeft goedkeuring voor energieprojecten in Suriname. President Santokki pleit voor taskforce tegen drugshandel en georganiseerde misdaad. Wereld raakt meer bekend met capaciteit Suriname en project waterbeheer in Suriname gelanceerd. Het CARICOM Ontwikkelingsfonds, oftewel CARICOM Development Fund CDF, heeft op woensdag 5 juli 2023 energieprojecten voor Suriname goedgekeurd. President Chandrika Prasad Santokki heeft in de marge van de 45ste CARICOM Heads of Government Meeting een ontmoeting gehad met de leiding van CDF, waaronder Rodinald Soemer, Chief Executive Officer van het instituut. De CDF is een instelling van de Caribische gemeenschap met als mandaat financiële of technische bijstand te verlenen aan achtergestelde landen in de regio. Met het oog daarop is tijdens het onderhoud met de CDF-functionaris afgesproken dat Suriname financiële ondersteuning zal ontvangen van het instituut. Een bedrag van 10 miljoen Amerikaanse dollars en nog eens 500.000 Amerikaanse dollars zijn goedgekeurd voor energieprojecten in Suriname. De 10 miljoen wordt gegeven in de vorm van een lening tegen een lage rente voor energievoorziening in het binnenland. Het bedrag van 500.000 Amerikaanse dollars wordt vrijgemaakt als grant en zal eveneens gebruikt worden voor energieprojecten. President Santokki spreekt van een belangrijk moment voor de verbetering van de energievoorziening in het hele land. President Chandrika Prasad Santokki heeft bij de 45ste CARICOM regeringsleidersconferentie voorgesteld om een gezamenlijke taskforce in te stellen in de strijd tegen illegale drugshandel en georganiseerde misdaad in de Caribische regio. Het staatshoofd deed de oproep aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, die als speciale gast aanwezig is bij de CARICOM Summit. President Santokki geeft aan dat de relatie tussen Suriname met zowel de Verenigde Staten van Amerika als de CARICOM in de afgelopen periode geïntensiveerd is. Vooral op het gebied van georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit is het van belang dat er wordt samengewerkt met instituten en veiligheidsdiensten in de verschillende landen. De operationele samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen zijn hierin van eminent belang. President Santokki onderstreept dat indien de samenwerking niet geïntensiveerd wordt, de democratische, regionale veiligheid en politieke stabiliteit geraakt worden. Suriname heeft binnen verschillende organisaties, regionaal en internationaal, functies te vervullen. Het gebeurt niet zomaar dat een land geaccepteerd en gevraagd wordt posities in te vullen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat de wereld op deze manier meer bekend raakt met de capaciteit van Suriname om internationaal een rol te spelen. De bewindsman zegt dat vertrouwen in het land hierbij een belangrijke rol speelt. De ervaring leert dat erkenning niet zomaar zo komt. We hebben Caribische landen, ik neem bijvoorbeeld Jamaica als voorbeeld, waar je ziet dat veel Jamaicanen op verschillende posities internationale posities bekleden. In de Verenigde Naties, bij de OAS, bij andere regionale organisaties. Het neemt tijd voordat je de overtuiging kan geven aan anderen dat jouw land de capaciteit heeft om zo'n functie te kunnen bekleden. Zo werkt het nou eenmaal.
Men moet je leren kennen, men moet het land leren kennen, men moet vertrouwen hebben in het land. Men moet weten dat het land de internationaal geaccepteerde normen en waarden van democratie, rechtsstaat, mensenrechten ondersteunt. Daar een visie over heeft. Pas dan begin je dan in die richting te komen. Ik ben heel blij dat we nu de steun hebben gekregen van verschillende landen. Tot op de laatste dag om bijvoorbeeld mevrouw Gloria de Mees gekozen te krijgen als lid van Inter-Amerikaans Hof van Mensenrechten. Sorry, Inter-Amerikaanse Commissie van Mensenrechten. We hebben de herverkiezing gehad van rechter Erik Rutsch in de Inter-American Juridical Committee. We zijn bezig in andere organen zoals Associatie van Caribische Staten Surinamers te vinden die gepositioneerd kunnen worden. Het is niet makkelijk omdat het profiel er moet zijn. Bijvoorbeeld in de ACS vraagt men naar vloeiend Spaans praten. Nou, dan moet je de capaciteit hebben plus nog de talen beheersen. Wij hebben posities, ook in ACTO, Amazonepak, hebben we een functie. Daar moet je ook de deskundigheid voor hebben. Dat is vaak de belemmering. Maar we hebben deze posities nu hebben we die om in te vullen. Daar gaan we in de komende weken aan werken. Maar ik ben blij te zien dat ook wij als land gevraagd worden om leidinggevende rollen te vervullen in die organisaties. We zijn volgend jaar gastland van de OS Algemene Vergadering. Dat is 35 landen die hier vertegenwoordigd zullen zijn. We zijn voorzitter van CDCC, dat is de United Nations ECLAC organisatie die de ontwikkelingsproblematiek van het Caribisch gebied bestudeert, maar ook adviezen daarover geeft. Daar zijn we voorzitter van voor 2 jaar. We zijn ook voorzitter van de ACS Executive Council. Dat zijn 25 landen. Op al die manieren raakt men meer bekend met Suriname. Maar niet zozeer als land alleen, maar in termen van onze capaciteit om inderdaad een rol te spelen internationaal. En ik geloof dat elk land die aspiraties moet hebben. Als wij dat niet doen, zullen anderen dat doen. En dan zal de vraag zijn, waarom is Suriname niet die weg opgegaan? Want dat is precies wat we wel proberen, is dat we niet een situatie krijgen waarbij andere landen vooruit gaan, internationaal en Suriname niet. En ik denk dat we op de goede weg zijn. Water is een belangrijke factor voor de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. Water is vooral van belang voor lokale gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van waterbronnen, zoals in het binnenland. In dit kader wordt het project Capacity Building for Integrated Water Resources Management in Suriname uitgevoerd. Dit geschiedt door Stichting Waterforum Suriname. Op donderdag 6 juli stonden bestuurslid Manoj Hindri en stichtingsvoorzitter Max Huisden de Communicatiedienst Suriname te woord. Het project Integraal Waterbeheer in Suriname promoot de integrale aanpak van de watersector van ons land. En integraal betekent je neemt alle aspecten mee in het maken van beleid en bij de uitvoering van het beleid. En waarom pakken we het nu integraal aan? We weten allemaal, er zijn zoveel instanties die betrokken zijn bij water in Suriname. We kennen ministeries zoals natuurlijke hulpbronnen, openbare werken, LVV. We kennen nu het ministerie van ROM. Allemaal hebben een rol bij, bij het beheren van onze waterbronnen. We kennen ook gemeenschappen die hebben dagelijks te maken met water. We zijn allemaal consumenten van water, drinkwater. De SWM produceert water. Dus zo zijn er verschillende instanties, verschillende spelers als je dat wil, op het gebied van water. En wij promoten nu met dit project de integrale aanpak, samen met elkaar. Communiceren met elkaar, afstemmen met elkaar, samen beleid maken. En dat is het doel van dit project, integrale waterbeheer in Suriname. Het gaat veel betere coördinatie opleveren, waardoor we dus die afstemming hebben op beleid. En dan gaan we minder touwtrekkerij krijgen wie nou precies wat moet doen. Ik zal maar een voorbeeld noemen. Als het gaat om onderhoud van waterwegen,
Is het nou het ministerie van Openbare Werken die daarmee belast is? Is het ministerie van Regionale Ontwikkeling die belast is? Het ministerie van LVV? Met name in die Keri, dat is een voorbeeld waarbij het speelt. En dan het betekent niet dat we gaan zeggen, het moet niet meer daar of het moet niet meer daar. Maar stem het af met elkaar, zodat er geen gaps gaan komen waarvan de bevolking de dupe wordt. Als het gaat over bijvoorbeeld beheer van onze waterbronnen. We weten allemaal, Suriname is gezegend met prachtige waterbronnen. We hebben een van de hoogste hoeveelheden zoet water per burger. Mooi gezegd, maar wie beheert die bronnen? Wie zorgt ervoor dat dit ook zo gaat blijven? Dan heb je verschillende instanties die ermee te maken hebben. En dan gaan we nu met elkaar overleggen. Wat is belangrijker? Moeten we bijvoorbeeld huisvesting of woningbouw regelen? Van een uitbreiding Paramaribo, gaan we zwampen verkavelen tot woongebieden? Of gaan we de natuur de voorrang geven en zeggen nee, we behouden ecosystemen, want ze hebben een functie voor ons land. Wij zeggen niet precies wie wat moet doen, we gaan niet dirigeren, maar we gaan wel zeggen samen, contact naar Makandra, en dan gaan we de juiste besluiten nemen. Dus dit zijn voorbeelden wat het gaat opleveren voor de burger. De verwachting is dat wij als Waterforum Suriname een bijdrage gaan leveren aan de awareness als het aankomt op water en het belang van water voor Suriname nu en in de toekomst. En dat we dus gaan inspelen op de behoefte die is aangegeven vanuit de survey. De verschillende onderwerpen die belangrijk zijn vanuit de samenleving. Maar ook dat we gaan bouwen aan een stukje capacity building voor Suriname nu. En voor de toekomst. Dus het duurzaam karakter van deze opleidingen. Dat zal dus een rode draad vormen, nu en ook in de toekomst. De survey heeft plaatsgevonden om eigenlijk de behoeften in beeld te brengen. Maar de registratie, dat zal binnenkort dus worden bekendgemaakt. We zullen het nationwide doen. Dus alle instanties, alle personen, die zullen er over horen. We gaan het niet alleen via de officiële kanalen, dus de ministeries, het bedrijfsleven, maar ook zeg maar de NGO's, maar we gaan het ook via de social media bekendmaken. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.